Wat het probleem is in de Achterhoek met de droogte is, op het moment dat het uitgedroogde bodem hebben, dan regent het wel. Maar dan is de kans door de hoogteligging van oost naar west, dat het zo groot is dat het water snel wordt afgevoerd. De verblijftijd van water is te kort. Vijf jaar geleden werd de Achterhoek opgeschrikt door dit soort beelden. Bruine akkers, droge sloten en vissen die geen water meer hebben om in te zwemmen. Het waterpeil daalt zichtbaar. Code rood hier in de Achterhoek. Overheden en grondeigenaren staan samen op en bedenken plannen. En daarmee wordt het project Elke Druppel de Grond In gelanceerd. Zo zijn er hier bij Aalten maatregelen getroffen. Deze sloot is op het eerste gezicht niet zo bijzonder, want zo zie je er namelijk heel veel in de Achterhoek. Ja, dit is dus een watergang die het overtollige water van het Achterhoeksplateau afvoert. Dat gaat heel snel, dus bij de eerste de beste piekbui zie je het ook heel snel stromen. Dus in het kader van Elke Druppel de Grond In zijn hier ook al kleinschalige maatregelen getroffen. Droogtestuwtjes, een stuk of 5 of 6, zitten er al in deze watergang. Water vasthouden is het toverwoord en dat is inderdaad vertraging inbouwen. Stuwtjes inbouwen, verondiepingen inbouwen. Dit soort maatregelen is hard nodig om een leefbaar gebied te houden in de Achterhoek. Als er geen neerslag valt, heeft de regio namelijk een groot probleem. Waar je in het westen van de provincie zulke problemen niet ziet tijdens de droogteperiode, zie je die hier in de Achterhoek juist wel. Dat komt door verschillende factoren. De eerste factor is de regenval. Het water wat wij in het gebied nodig hebben, komt voor 95% uit de lucht vallen. We hebben een klein gedeelte van ons gebied langs het Twentekanaal bij Lochem en Zutphen kunnen we water inlaten. Dus dat is lijkt een beetje op het West-Nederlands systeem, hè, waar ook water vanuit de boezems ingelaten kan worden, zeg maar. Dat kunnen wij dus maar voor een heel klein deel van ons gebied. En de rest zijn we echt helemaal afhankelijk van de neerslag die uit de lucht komt vallen. Als je al het regenwater dat valt op zou vangen, dan zou je daar misschien een tijdje mee vooruit kunnen. Maar hier in de Achterhoek gaat dat niet op. En dan komen we bij factor 2. Dat heeft te maken met de hoogteverschillen en de afvoer van het water in de watergangen. In de Achterhoek is er nogal wat hoogteverschil. Aan de oostkant van de lijn Aalten-Eibergen ligt het Achterhoeks plateau. In dit gebied zitten we 32 meter boven NAP. Al het water in de Achterhoekse sloten, beken en de rivieren zoekt een weg naar de IJssel die op 6 meter boven NAP ligt. Een behoorlijk hoogteverschil dus. Als er een regenbui bij het Achterhoeks plateau valt, dan zijn er 2 belangrijke beken die dat regenwater van die bui meenemen. Dat zijn de Veengoot en de Baakse Beek. De beken zijn smal en diep doordat ze in de jaren 70 aangepakt zijn om water zo snel mogelijk uit de regio te krijgen, zodat de landbouwgronden niet te nat zouden zijn. Beide beken wanen zich een weg door de Achterhoek. En hier bij Wichmond voegen ze zich samen en gaat het regenwater verder als Baakse Beek op weg naar de IJssel. Weg uit de regio. Ik laat je zo meteen zien wat de derde factor is, maar we gaan eerst even terug naar die niet zo bijzondere Achterhoekse sloot. Zoals we net in de animatie zagen, zit er behoorlijk wat hoogteverschil in de Achterhoek. En deze niet zo bijzondere sloot heeft dan al wat stuwtjes, maar dat is nog niet genoeg. Dus we hebben aan de rand van het Achterhoeksplateau gedaan, daar hebben we een groot waterbergingsgebied aangelegd. In tijden van water te veel slaan we hier het water op. Het moet via de ondergrond naar het grondwater zakken en komt dan ten goede aan de natuurgebieden en de landbouwgebieden die hier liggen. En dan kom ik bij de derde reden waarom het juist hier in de Achterhoek zo droog is. En daarvoor ben ik bij Waterschap Rijn en IJssel. Wat wij hier zien is een versimpeling van het landschap. We hebben hier in het bovenste deel hebben de zandgrond. Hier onderin hebben we het grondwatersysteem. Door middel van een gietertje kunnen we een regenbui simuleren. En met die regenbui zien we de reactie hoe de zandgrond reageert op vochtige, maar ook droge conditie in relatie tot een regenbui. Wat het probleem is in de Achterhoek met de droogte is op het moment dat het uitgedroogde bodem hebben, dat hebben we meestal in de zomer en in de herfstdag, dan regent het wel. Maar dan is de kans door de hoogteligging van oost naar west, dat het zo groot is dat het water snel wordt afgevoerd. De verblijftijd van water is te kort.
En wat je dus hier mooi in terugziet, op het moment dat dus een regenbui wel plaatsvindt en het krijgt de kans om naar beneden te kunnen trekken, dan vult het de grond water op. Maatregelen zoals die hier genomen zijn bij het Aaltense Goor zijn nodig om van de Achterhoek geen Sahara te maken. De komende jaren zijn nog tal van andere maatregelen nodig. Dus ja, ons systeem zal in de komende jaren wel aardig op de schop gaan.